Zoals jullie wel weten, hebben wij dus een nieuwe auto. Oh, ja, ik ook. Ja, deze is mooi hoor. Nou, hij ziet er vanavond niet meer uit, hè, met al die vogelstront. Nee. Nou, aan deze kant is er dus niks aan de hand, zoals jullie kunnen zien. Maar, dat is aan Roos, een kant heel anders, zeg maar. Oh, dit is zo cute, zo leuk. Ja, dit is leuk. En ik heb jullie wat laten zien van de auto. En daar is Roos helemaal niet blij mee. Onblij. Ja, precies. En dat zou Roos eigenlijk altijd zeggen. Maar we hebben wel weer wat gekocht daarvoor. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 12 juni 2022. En het is nu 3:15 in de middag. Ja. En zoals jullie horen aan mij, mijn stem is naar de kloten. Ik weet niet hoe dat komt. Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk wel. Maar dat maakt niet uit. Dat gaat vanzelf alweer over. Ik ben niet verkouden. Helemaal niet. Alleen mijn stem is een beetje hees. Dus daar moeten jullie eventjes aan wennen. Eventjes mee leven en dealen. Maar dat komt helemaal goed. Ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, en ik ben lekker even lopen met Lady. Ja, 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 Lady. Kijk eens. Lady, kijk eens. Kijk eens, Cookie. Lady. Hey, Koekoek. Kijk eens, Cookie. Ja. Wil je twee keer vangen? Nee, vandaag niet. Nou, nog een keer. Nou, hé. Hey. Pakken. Oh, 1, 2. Dus die en dan en dan die en die toch ook lekker. Pakken, kijk, hier. Pakken. Pakken. Leed. Pak ik hem wel voor je. Kijk eens hier. Goed zo. Kom maar. Ja, mijn meisje, ja. Mijn grote meid. Hè? Gaat dat, lieve schat? Hé. Gaat het? Hé. Ja. Kom. Ga maar lekker rollenbollen, schat. Mag van mij. Ga maar lekker even rollenbollen. Ga maar even lekker rollenbollen. Doe maar. Doe maar. Ga maar lekker even rollenbollen dan. Hé. Nee? Niet? Kom maar. Ga mee dan. Ja? Ga mee naar binnen. Goed zo. En deze mooie auto staat hier voor de deur. Ja, deze mooie auto. Ja, en die mooie auto staat ook hier voor de deur. Ja, en deze. Helemaal top. Hé, schat? Ja. Ga mee naar binnen. Hé? Ja? Goed zo. Wat zei je, schat? Antikraft. Nou, dan moet je even vragen aan hun. Ook anders. Moet je even vragen aan hun. Mogen we jou nog wat vragen? En mijn man dan? Kijken of jullie het hebben, eventueel. Anticross, weet ik veel dat. En dat je het een beetje kan. Metallic grijs. Grijs met metallic. Een vriend van mij heeft gedaan, die had dan een zwarte auto. En die zag je echt bij. En dat is dan gewoon blank nagellak, zeker. Dan moet je wel dezelfde kleur hebben. Oh, ja! Dat is wel lastig. Maar dat wordt heel lastig. Ik weet niet, gauw wat veel. Nee, totaal niet. En anders kunnen we het ook wel hebben, maar dan moet je bij de auto's kunnen kijken. Ja. Dat is tegen de achterwand aan, en ter hoogte. Oké. Okay. Top. Gaan we dat even doen. Is goed. Gaan we doen. Dankjewel. Zo, hebben we ook weer wat geleerd. Padje nummer 27. Gaan we even naartoe. Pad nummer 20. Dan hebben we 21. Ga ik lekker hier lopen. Helemaal goed. 21. Dit is 21. We hebben daar in één keer 24.
We moeten pad 27 hebben. Ja, kijk, 23 is leuk. 25, 26 en dan hebben we hier 27. En dan helemaal einde moeten we hebben. Hé, hey, top. Nou, dan moeten we hier helemaal wezen. Kijk, hé, hey, allemaal leuk. Co-works, bla 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 bla. Even kijken, wat hebben we allemaal? Deze niet. Einde, zei hij. Nou, gaan we kijken op het einde. Ja, op het einde zegt hij toch? Geen idee. Ik weet niet op en op het einde hoor, maar... Tegen de achterwand. Oh, tegen de achterwand. Dus de achterwand. Moeten we hier ergens wezen? Ja, nou, niet hier. Dat zijn... spray, siliconenspray. Siliconenspray. Pompine. Tires zijn. Ja. En toch? Maar ik denk niet in dat het hier tussen zit. Even kijken, wat is dit? Bandenspray ook niet. Nee. Even kijken wat dit is. Het is allemaal leuk, joh. Dit is allemaal grappig. Waxcoating. Undercoating. Anti-roest. Dit is afwerkplamuur. Glasvezelplamuur. Ja, joh. Je hebt zoveel hier tegenwoordig voor een auto. Even kijken, wat is dit? Dit is wax. Blue. Nee, ook niet. Dit is resin remover. Wat is dat? Gasverwijderaar. Mooi, nou dat is even 7 euro. Dus, nou. Blij? Huh. En waarom laat ik jullie zo meteen wel even zien. Ja. En weet je, deze vrouw die jou nou filmt, die houdt heel veel van jou. Zo, en ze vonden het weer leuk om jou weer te zien. Oké, dan is. Ja, precies. Nou, we gaan even die even afrekenen en dan die kras verwijderen ding. En ik laat ook even zien zometeen waarom we die hebben gehaald. Ja, Ro is nat aan Joost. Dat kan ik je wel vertellen. Hè, schat? Nee, echt. Die is echt nat aan Joost. Maar ja, daar is ik al bij. En we hebben het gevonden. Zit er goed bij? Ja. 7 euro. Ja, dat is niet anders, toch? Nee, daarom. Ja, hey, top, dankjewel. Dus we gaan even afrekenen. Nou, zoals jullie wel weten, hebben wij dus een nieuwe auto. Bro, ja, ik ook. Ja, deze, mooi hoor. Nou, hij ziet er even nou even niet meer uit. Hè, met al die vogelstront. Nee. Nou, aan deze kant is er dus niks aan de hand, zoals jullie kunnen zien. Maar, dat is aan Roos, een kant heel anders, zeg maar. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar, er is hier, nou gaan jullie mijn voet zien. Kijk, hier is een hele dikke kras. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien hoor, maar ik zie het ook zelf. Ja, kijk hier, nou ja, je ziet het hier. Kijk, een hele vette kras. Kijk, hij is ook gewoon diep hè. Ja, hij is gewoon helemaal diep hier. Zo zonde. Dat loopt helemaal vanaf daar. Loopt helemaal zo naar beneden, hier naar beneden en dan zo weer naar boven. Dus ja. Dus daar is ik al, Ro is not amused, zeg maar. Nee. Dus maar ik ga de auto even open doen, want Ro die komt er ook zo aan. Ik weet niet hoe hij dat in de auto wil hebben, maar dat komt wel goed. Hopelijk denk ik zo. Of dat hij een... bank plat wil hebben, maar dat zie ik zo wel. Dus ja, dus dat. Nou, daar komt de rode al aan. Want we moesten wat even halen en voor mijn waarschijnlijk onderbuurvrouwtje. Hoe wil je die meenemen? Eén kant en de kleine kant. Hoe moeten we dat gaan doen? Dit is voor mij de eerste keer. Wacht even kijken. Kijk, aha, kijk, alsjeblieft. Wacht even, kijk hoor. Je kan hem toch buigen? Of ben ik nou zo achterlijk? Je kan hem toch buigen?
Of niet? Weet ik ook niet. We gaan het zien. Oh, dit is zo cute. Zo leuk. Ja, dit is leuk. Dit is grappig.nl. Dat is een oude maatje. Zo grappig. Kan er iemand achterin zitten? Nou, ik denk niet dat je dat wil, maar hij is wel leuk. Hij is wel grappig. Hij is echt klein, maar ik vind hem wel grappig. Ik vind hem wel leuk. Had je niet behoefte? Nee joh, maf Kees. Gek. Echt niet. Nou, jullie zien het wel weer. We zijn bij de Jumbo en ik ga naar de bak. Tralali, trialala. Ga nog naar de bak. Nou, joehoe, nee, hier zit lekker veel in. Nou, joepereboepie. Nou, je ziet het. Er zit niet veel in. Ja, niks. Het is weinig. 50 cent. Ja, zwart Haagse leverworst en met spek. Bordeaux. Huh? Bordeaux. Ja, nou nee. Ja, ja precies. Lekker. Ja, kom. Zo. Oeh. We zijn dus even namelijk lekker weg geweest. Ja, helemaal top. En ik heb jullie wat laten zien van de auto. En daar is Ro helemaal niet blij mee. Onblij. Ja, precies. Dat, en dat zou Ro dus eigenlijk altijd zeggen. Maar we hebben wel weer wat gekocht daarvoor. Ja. Dat is dus weer voortzorgmaatregelen. Helemaal goed. En wij hebben dus nu ons eigen plekje ingeïnt. Met de auto. Ja. Opgereisd. Ja, opgereisd, inderdaad. Dus, even uit de tas, uit de sticker deed. Hé, alsjeblieft. Ja, even kijken, hoe kan ik het best? Dus, een kopje thee erbij. Nee, dat vind ik nog niet leuk. Het is een heel mooi doosje. Ja. Ja. En deze kant is ook mooi. Ja, deze kant is ook heel mooi, ja, dat klopt. Die kant is ook mooi. Maar ja, we gaan hem even uitpakken. En dan ga ik hem even uitpakken. Maar wil je dan eventjes bij het bureau eventjes mijn brief openen? Dan kan ik hier even dat netjes. Ja, zometeen. Ja. Easy, kom. Ga je helemaal via die kant lopen? Oh, wauw. Dus, ja. Dat is ook heel mooi. Ja. Heel mooi. Koffie. Ja, precies. Maar ik heb nou een hele mooie briefopener. Dus die ga ik even ook gebruiken. Ja, kijk even hierop in. Kijk, heel netjes toch? Ja. Nou, dat ga ik even helemaal mooi doen. Hartstikke fijn. Vind ik leuk. Jij nou? Met hem een stuk maken of plastic? Ja, maar dat is ook de bedoeling, en de plastic kapot maken. Oh, kapot maken. Yes. Zandig. Kijk, dan mag jij het plastic hebben. Nou, ik laat het jullie even deels een beetje zien. Ja, ik laat de barcode vast zien. Nou, jullie zien het. Wat is deze? Mooi jongen. Dus, kun jij het bovenste dingetje ervan af? Nee, dikker. Oh. Dat is een andere. Deze is zwart, die is wit. Dus, ja, dat is dus een camera. Daarom zei ik al, voortzorgmaatregelen. Ja, dat is fijn. Binnenkant aan. Dat is fijn. En dan hebben we hier leuke schroefjes. Ik weet niet eens of ik die nodig heb. Zeker. Met plugjes. Met plugjes, ook heel netjes, moet ik zeggen. En door Google. Mooie stekker. Mooie stekker, inderdaad.
met USB. Gewoon USB. Kijk, gewoon een normale USB. Hartstikke mooi. Ik moet even scherp stellen. Hij moet scherp stellen. Kom. Even, schat, even nog, even niet. Even alsjeblieft. Ik even op het scherm druk, alsjeblieft. Even. Ik kan niet scherp stellen. Juist, kijk. Kijk, precies dat. En dan hebben we hier dus. Het is hoogjes, plug. Ja, dat hebben we. En dan hebben we hier dus. Een heel mooi cameraatje. Yes. Met afdekplekje. Ja, ja, maar met die, en die kan je daarvan afhalen. Oh, dat kan je wel zien. Scheelt je. Ja, precies. Dus, en dan een hele lange snoer. Daar ben ik heel blij mee, zeg maar. Maar hij is ook wel aardig gewicht, zeg maar. Kijken. Zo. Oh, dat weegt best wel wat. Ja. Hoeveel zou dat wegen? Weet ik niet. Geen idee. En dan hebben we dus ook nog, zoals altijd, boekje erbij. En wat we hebben gehoord, hij is makkelijk te installeren en makkelijk te connecten met de Google Home Hub. Dus dat gaan we sowieso even straks eventjes uitproberen. Maar dit is dus onze nieuwe camera. En zodat hij dus de auto van ons in de gaten kan houden. Ja, dit vind ik ook en de rest van de spullen. Dit vind ik ook erg handig. Deze mooie kabelclipjes. Twee ja, stuks. Helemaal, ja, dat klopt. Want dat hadden we toen met een andere dingetje ook. Hadden we ook deze hele mooie clips. Dat is wat Ro ook al zegt. Dat zijn deze clipjes. Die zijn ideaal. Waarom? Ja, het is gewoon makkelijker. Het is gewoon fijner. Dus ja, dus we gaan even daarmee even mee aan de slag. En dan laten we jullie ook wel even zien hoe we het aan hebben gesloten. Maar nog niet hoe, want hè, ik film met mijn telefoon zoals jullie weten. Dus maar ik kan nu wel buigen. Zo, ik liet het vanmiddag al zien. Nou, en jullie zien het hier ook. Hele vette kras. Ja, en kijk. Daar, volgens mij is het hier begonnen en dan zo. Maar hij is hier heel diep. Hier. Man. Ja. Nou, maar Rodi heeft wat gekocht. Nou, laat zien. Wat heb je gehad, schat? Een doekoe. Een doekoe? Ja. En een tubertje. Ja, oké. Okay. Maar wat staat er op dat tubertje, schat? Sketch remover. Krasverwijderaar. Oké, okay, kijk. Dat is dus deze. En bij de Praxis vandaan. Ja. Dus we gaan het eens even kijken. Nou. En bij de Action. Ja, nou, Ro en Ro die gaat eens even kijken of het werkt. Ik heb eerst even de auto een beetje. Ja, dat, hè, maar dat hoeven ze allemaal bla bla bla. Maar gewoon even. Zijn het vrijgemaakt? Dat is fijn. Nou, we gaan het eventjes op een doekje doen. Een doekje? Klein beetje. Geef me. Ja, gewoon dicht. Meneer is eigenwijs. Maar dat ben ik ook. Scheelt weer. Oké. Gaan we hier beginnen. Kijken wat het werkt. Hier, nou ja. Nou, top. Maar je ziet gewoon dat het heel diep is hoor daar. Oh. Maar het helpt wel inderdaad iets, ja. Even hele diepe krassen, de helft is diep, hè. Maar oppervlakkige krassen, dat kan wel. Het helpt wel iets hoor, schat. En bij die diepe alleen, dan moet je even iets meer gebruiken. Maar jullie zien het. Kijk hier echt. Het is mega. Dus Ro is gewoon not amused. Dus wie dit op zich geweten heeft? Geen idee. Maar daar komen we vanzelf wel achter. Liggen jullie lekker, schatjes? Moet je opletten ook, hè, hoe ze liggen. Lady ligt hier. Hartstikke idee. Lady ligt daar. Lovely ligt daar. En Beauty ligt er helemaal achter. Nou, wat is dit toch cute ook. Wat kijk je zielig, Lof. Wat kijk je zielig.
Ja. Ja, een hele goede avond allemaal. Ja, ik ga deze vlog lekker met jullie weer lekker afsluiten. Dus vond jij deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden. Doe even een belletje aan, want dan blijf jij op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.